de benadering die ik heb tegenover cinema moet in mijn ideaalbeeld tweevoudig zijn, namelijk mensen die heel veel vanaf weten, dan wie ik mag knipogen en zonder dan ridicule te zijn. En het andere, mensen die, de andere kant, die niets van cinema weten, die toch iets ondergaan van een beeld, van een gebeuren, wat ze alleen maar, ja, alleen maar emotioneel kunnen zien. Een heer die heet Valère van Kerkhoven en Hubert van Herwegen, die wilden poëzie of kunst of literatuur in beelden omzetten. En toen heb ik het eerst gedaan, een scenario met de keukenleer. Ik heb het draaiboek gemaakt. En dat was een vrij interessante man die tegen alle wetten van de cinema werkte zonder het te weten. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik naast hem stond en hier is de camera en hij rookt de pijp. Walmen van die pijp in de camera. Ja. En iemand zei er iets van, ik zei in godsnaam zeggen, laat hem toch. Dus dat, ik geloof niet dat dat stukje film dan gebruikt is, maar ik vind dat wel heel erg mooi. Als ik een geschiedenis van de Vlaamse film zou schrijven, zou dat het eerste hoofdstuk zijn. En ik meen het en ik vind het ook niet denigrerend. Ik vind het feit dat iemand aan het regisseren is met een heel gevoelig medium en zelf daardoor. Dat zit te paffen. Ja, ik vind dat iets hebben. Dit is opnieuw Arte Povera. Namelijk je beeld helemaal met de klote helpen. Omdat je er walmen in zit te blazen. Heerlijk. Die kwam er omdat Verhavert iets gezien had wat ik op televisie gemaakt had over poëzie. En in een gesprek zei ik dat ik het allerliefste een reeks films zou willen maken. Niet één, maar die allemaal beantwoorden aan een bepaalde een soort cassette. Namelijk het genre films en detective en western en science fiction. En dat heel goedkoop kon in een zeer korte tijd. En dat die film die kostte niks. Echt met kleine, van die kostte niks, omdat ik me beperkte tot het hele simpele schema wat de oorlogsfilms hebben. En in die tijd hield ik heel veel van Ozu en van de Japanse, en niet allemaal, maar er zijn een aantal Japanners die me zeer interesseerden. In die tijd vond ik dat alleen zalig maken. En daarom, en ook de documentaires of de newsreels, precies, ja. En dat wou ik, want als je de newsreels ziet en er vallen een aantal soldaten, dan denk je, god, wat is dat slecht geregisseerd. Dat slaat nergens op, dat klinkt, het is veel te theatraal, het is nagemaakt. En dat interesseert mij het meeste, dus dat soort gebied wat niet in de running de cinema thuis hoort. En wat ik natuurlijk had moeten kunnen voorzien is dat de eerste op hoongelag werd onthaald, de vijanden. Bertina had je toen, dat was de gezaghebbende filmcriticus, die zei dat die film absoluut niet beantwoordde aan het filmisch idioom. En dat ik dus blijkbaar het filmische, zoals hij het zag, niet gerespecteerd had. In ieder geval, dat werd alleen een paar mensen zeer geïsoleerd
En er zijn nu nog mensen die we tegenhouden op straat en die zeggen dat hoe mooi ze de vijanden vonden. Dat, en dan heb ik de neiging om te schrijven, had dat toen gezegd, klootzak. Niet alleen documentaire, maar de laatste bijvoorbeeld, de verlossing, is gemaakt met in mijn achterhoofd armoe. Zoals in vijanden hadden. Minimale kunst, lelijke kunst. Stukken film die onbelangrijk lijken en die dan zelfs een ander stijl hebben. Het heeft geen vaste stijl. Het is de arte povera. En ja, precies wat ik had kunnen afwachten is dat. Dat men dan zegt dat het is slecht gefilmd. Ja, het is slecht gefilmd, want dat heeft een notie. En die mensen die moet je benaderen, niet met het lyrisme van Douglas Sirk of weet ik veel. Dan moet je met die armoeige middelen moet je dat kunnen doen, zoals de Buffet dat in de schilderkunst doet. En ja, dezelfde reactie zoals over 50 jaar. Van de vijanden, kreeg ik nu weer. En dat zou me in principe, als ik een slechte kritiek krijg of zo, dat over een van mijn boeken of toneelstukken, dan kan me dat niet zo heel veel schelen. Maar met wat de film betreft, als je slechte kritieken hebt in ik zeg maar wat, de humo, knak, de standaard, ja, dan kun je het vergeten. De mensen komen niet, of de mensen ja, willen a priori niet naar een film gaan, maar van de Manitou's te zeggen dat die heel, heel slecht is. Het is bijna alsof ik masochistisch zit te zoeken naar afweer. Want de belangrijke scène van de verlossing bijvoorbeeld is dat die vrouw die de hele avond bezig is met te sterven. Als je dan op een bepaald moment zie je alleen maar heel in de diepte, een klein schim, en zoals in een Vermeer, heel precies. Dus het belangrijke moment dat de vrouw sterft, laat ik helemaal in de hoek zien. Als je heel geknipperd hebt, heb je het vergeten. Dus niet hele orkest, achtergrond, helemaal niet briljant, want zo sterft men niet. Men sterft armoeig. Niks. Kapotte dingen. Het is heel simpel. Men vraagt mij om een scenario te schrijven. Dus dat betekent dat men voldoende vertrouwen heeft, of gebaseerd op mijn verleden, dat men het aan mij toevertrouwt. Dus, als men mij komt vragen, dan wil ik eerst en vooral weten wat de regisseur vindt, want het is niet mijn film. Scenaristen kan moeilijk claimen dat een film werkt of niet werkt op basis van een scenario. Dus ik wil me veel moeite en kosten besparen en meteen naar de essentie gaan. Wat wil je van me? Mag ik bijvoorbeeld literaire teksten in De Leeuw van Vlaanderen bijvoorbeeld, had ik een aantal echt middeleeuwse prachtige teksten van die dramatisch werkten ook. En dus dan ben ik gewoon via deze scène tekort. Het karakter van dit meisje niet in strook dat met een ander incident. En ik vind dat helemaal niet storend of vernederend. Althans, is de manier waarop ik werk. Ik heb dat hele vernederende proces meegemaakt. Dat men dan. Ik stuurde ook scenario's binnen. En. Die werden systematisch geweigerd. Dus alleen maar mevrouw De Bakker, die toen de minister was, die had
vrijdag gezien op het toneel. En dan was ze zo door geëmotioneerd geweest dat ze schreide. En zij zei na afloop van, ja, waarom maakt Klaus niet een film van dit stuk? En toen, ja, toen knikte de hele commissie op een rij van, ja, mevrouw de minister zou graag indien mogelijk dat u een vrijdag filmt. Toen dacht ik, zal ik een film maken of geen? Want ik had geen zin om daar nog een film over te maken. Ik had het al op het theater geregisseerd en, ja, en herkoud. Maar toen dacht ik, beter een film maken dan geen. Dus je ziet, om de 10 jaar vind ik zo'n drogreden om toch erin te storten. Ik denk dat het voornamelijk Mira zelf dat was die dat in haar zigeunerbloed had. Ja. Fons is wat dat betreft vrij reactionair. Ik geloof niet dat hij zou tevreden geweest zijn met mei 68 uitspattingen. Niets. Ik zeg een beetje drastisch, maar toch denk ik een ander idee wat film moest zijn. Fons bijvoorbeeld is, je hoort het hem zeggen, dat is zo goed gedaan. En mij kan het me absoluut niet schelen of iets goed gedaan wordt, als het er maar is. Met het onwaardige, met het ordinaire, met het stuntelijke. Goed gedaan, iedereen kan goed gedaan. Ik denk werkelijk dat ik mijn hand omdraai om een prachtige zoom in te zetten met een traveling. Over Dierke, Plezierke, weet ik veel. Nee, de essentie, althans in mijn optiek, moet armer zijn. Nuttelozer. Toevallig. Niets van de... Ja, geen draaiboek. De producent zei, je gaat je gang maar, je mag doen wat je wil. Maar dan heb ik zoveel schroom dan om het filmisch te maken. Enfin, ik zit in de knoop wat dat betreft. En dat is de ideale positie voor een filmer. Dat hij het niet weet. Dat we het pas ontdekken. Als hij onder de zoden ligt. Oh, nee toch? Jawel.